kleinschalig en gemoedelijke sfeer. Je hebt niet al die toeters en bellen. En het is vaak rustig en dat vinden we ook erg belangrijk. En dat vinden meer mensen. Kamperen bij de boer is erg populair. Vorig jaar waren er ruim 9 miljoen overnachtingen. En dat is 5% meer dan het jaar daarvoor. En dat klinkt goed. Daar beginnen steeds meer boeren een camping. Ook in Brabant. Want ook hier is... rust, ruimte, veel fietsgelegenheid, wandelgelegenheid. En een supermooie omgeving. En een gezellige gastvrouw. Op de beurs liepen vooral ouderen rond. Die vinden het kamperen bij de boer blijkbaar erg aantrekkelijk. Ze gaan dan ook vaak meer dan één keer per jaar. Het is vaak. Drie keer per jaar? Drie keer per jaar. Nou, is toch best wel vaak? Ja, ach. We zijn gepensioneerd, dus we hebben de tijd. Juist, en dat wil de boer horen. Want elke gast levert toch een mooi centje op. Ja, het levert LTY op, zo is het. Anders zou het niet doen, hè.